Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Vandaag in Booming Brabant. Ouder dan 50 en dan opeens werkloos thuis. Kom dan nog maar eens aan een nieuwe job. Tom Wildhagen van Tilburg University roept op, neem ze aan. Miljoenen kledingstukken worden vanuit West-Brabant verspreid over Europa. Guido van Liefland van Rewin vertelt waarom grote modeketens vechten om een plek tussen Antwerpen en Rotterdam. Mijn kampioen vandaag is Annemarie Rakhorst en Nelly Kroes die komt ook nog even langs. We gaan beginnen aan een nieuwe, bomvolle Booming Brabant. Welkom bij Booming Brabant, een programma over het nieuwe ondernemen in Brabant. We worden steeds ouder en dus blijven we ook langer werken. Maar oh wee, als je na je 50ste je baan verliest. Hoe groot is de kans dan dat je weer aan het werk komt? West-Brabant wordt steeds meer de fashion valley van de Lage Landen. Grote modeketens als Calvin Klein, Max en Primark die bouwen er miljoenen meters aan opslagruimte. Keiharde concurrentie voor de kastelein. De robot die rukt op in het café en die tapt ook nog een perfect biertje. En Nelly Kroes, ja, de moeder van de start-ups, die vecht hard voor de toekomst van haar kindjes. Mijn kampioen van vandaag is Annemarie Rakhorst. Fijn dat je er weer bent. Hartstikke fijn. Het nieuws wat jij voor ons hebt geselecteerd, de grote overname in Bierland. Niemand ontgaan natuurlijk. Nee, dat is natuurlijk hartstikke knap. Bavaria die groot is geworden door zelfstandige groei. Die nu zijn eerste echte grote overname doet. En dan nog wel van Palm. Nou. Dus ik heb gestudeerd in België. En daar was mijn eerste kennismaking met Palm. Die is prima. Ja. Dus jij bent heel blij dat dit straks onder een Brabantse vlag valt. Ik vind het goed gedaan, ja. Oké, okay. Ja. Dankjewel. Nou, we hebben ook wat geselecteerd vandaag. Pauze nemen, maar dan effectief. Neem je wel eens pauze? Neem je daar de tijd voor, Tom? Eigenlijk nauwelijks. Ja, dat is niet goed. Maar het komt er bijna niet van omdat je vol enthousiast met dingen bezig bent. En de tijd is kort en je gaat door. Maar dit voelt niet belastend, maar echt een pauze, wandelpauze, dat soort dingen. Niet. Nee. Jij wel, Annemarie? Ja, ik vind echt dat je het in de dag moet proberen bij te tanken op te laden. En je kan ook gewoon water uit de kraan gaan halen. Hè. Het hoeft geen half uur wandelen zijn, je kan even op en neer lopen. Ja, heel goed. Guido, herken je dat? Ik herken het wel, maar ik vrees dat ik ook vaak mijn boterhammetje achter het bureau opeet. Staat tegenover dat ik ook heel veel in de auto zit. En dan is dat ook vaak het moment dat je dan gauw die boterham even naar binnen werkt. Dus... Gaan jullie helemaal de mist in? Want het was een artikel in de krant over het belang van pauze. Het was uitgelegd door hoogleraar Willem van Renen. Hij geeft aan dat een vakantie van een paar weken niet voldoende is om compleet op te laden. Het herstel moet je ten alle tijden in acht nemen, dus ook overdag. Dus wij dachten dat het wel leuk was om een paar tips te geven vandaag. Ja, drink veel water en eet gezond. Hij ligt voor de hand, maar hij is oh zo belangrijk. En strek om het half uur de benen, naast die grote pauzes dus, om scherp te blijven. En probeer dan ook even los te komen van je werk. Dus doe bijvoorbeeld een wandeling of een lekker spelletje achter de computer. En belangrijk is ook dat je baas bent over je eigen pauze, want iedereen heeft iets anders nodig. Dus misschien vind jij die wandeling heel fijn, maar ga jij liever even een praatje maken met een collega? Dat kan natuurlijk ook. En als je kunt en je hebt het idee dat je ogen dichtvallen, die powernap, die blijft erin. Dus neem deze tips mee naar huis en ga er wat mee doen allemaal. We gaan door met innovatie. De kastelein die kan zijn borst nat maken. Als hij denkt dat hij de beste is in de tappen van biertjes, dan komt hij van een koude kermis thuis. Hij krijgt namelijk concurrentie van de robot. Bier wordt straks getapt op de automatische piloot. We hebben twee soorten robots. Je hebt even, als je naar de robotmarkt kijkt, heb je de industriële robots. Die kennen we allemaal vanuit de automobielfabrieken die daar assemblagewerk aan het doen is. Een ander soort robot is de collaborative robot. Dus de robot die samenwerkt met mensen. Voor de collaborative robots hebben we dus een nieuwe BV voor gestart. Daar zien we absoluut een nieuwe markt in. Dat is een markt die op dit moment heel erg aan het bewegen is. En die naar verwachting vele malen groter gaat worden dan een industriële robotmarkt. We zijn nu bij de jaarmarkt in Den Hout en wij hebben daar een collaborative robot neergezet die bier gaat tappen. Hij is bedoeld als een hulp. Nou, dat zal hij zeker zijn. Op het moment dat je druk bent met iets anders, dan gaat hij toch gewoon door. Ja, ik vind het grappig. Het is leuk om te zien. Nou, ik denk dat hij wel wat trager is dan de mens. Het enige is, hij hoeft natuurlijk geen boterhammetjes en geen drinken te hebben.
Dat is wel het leuke aan een robot. Een robot kopen wij in. Wij ontwerpen de hardware, dus de grijpers, tussenstations. Wij schrijven de software. Wij doen de assemblage en wij nemen hem in gebruik bij de klant. Deze robot die kan onder andere ingezet worden voor biertappen, maar die kan ook voor andere werkzaamheden ingezet worden. We hebben er één verkocht aan een bedrijf die daar een meetproces mee gaat verrichten. Maar wij hebben ook uitvindingen zoals het koot van kaas, dat doen we met robots. Het ontkorsten van kaas doen we met robots. Ik denk wat ook dat dit soort robots ook samen kunnen werken met een verpleegkundige om een patiënt te helpen. Het is toekomst voor Nederland. Als wij geen robots in gaan zetten, dan gaat een heel deel van onze productie gaat naar het buitenland. Als je bedenkt dat wij op dit moment 93 robots per 10.000 medewerkers hebben ingezet in Nederland, is eigenlijk nog heel weinig als je kijkt naar omliggende landen. Er zullen meer mensen opgeleid moeten worden als operator. Dus meer mensen zullen een robotcursus moeten krijgen om uiteindelijk ook met die robot te kunnen samenwerken. Ik denk dat wij onderwijs, overheid en bedrijfsleven handen in elkaar moeten steken. Dat wij gezamenlijk moeten kijken welke opleiding er nu daadwerkelijk nodig is. En mensen enthousiasmeren. Het leeg. Ja, dat leegdrinken dat gaat vaak wel lekker. Maar dit gaat nog wel banen kosten, Ton, denk je niet? Nou ja, als je dit doorvoert wel. Maar er zit ook wel een factor bij dat je dus het contact met de klant misschien gaat missen, tenzij de robot ook de praatjes kan maken die de kastelein tot nu toe maakt. Het leven wordt er niet leuker en gezelliger op. We krijgen straks die zelfrijdende auto's, hebben we niks meer over te zeggen. Biertjes worden voor je getapt zonder praatje erbij. Waar gaat het toch allemaal heen eigenlijk? Nou, ik denk dat we ontzettend veel werkgelegenheid terug kunnen halen naar Nederland die reeds weg is. En ik heb niet zoveel moeite met die zelfrijdende auto. Ik vind het lekker. Ja. Word je hier enthousiast van? Ik vind het grappig. Dus dit brengen op een festival is toch leuk bedacht? Zeker. Ik vind het een goede stunt. Absoluut. Ja. Guido? Nou, het is sowieso knap dat het technisch allemaal mogelijk is. Ja. En ik zie ook best wel toepassingen. En dan denk ik ook vooral aan de zorg bijvoorbeeld. Maar ik zou toch ook dat praatje met die barman niet willen missen. Want ook die dragen bij aan de gezelligheid van zijn festival volgens mij. Zo is het. En zeker als die barman een klein beetje op leeftijd is. Want als je op oudere leeftijd werkloos wordt, dan is de kans dat je weer aan een baan komt niet zo groot. Een gezamenlijke campagne van UWV, werkgevers en uitzendbureaus, die moet er een einde aan maken. Maar de vraag is of deze campagne onder de naam Open voor 50PLUS eigenlijk wel werkt. Ton Wildhaag, je bent hoogleraar arbeidsmarkt aan Tilburg University. Laten we meteen eens even een kaartje erbij pakken, want dit zegt eigenlijk alles, hè? De grafiek, leeftijdsgrenzen, de hoeveelheid kans die je hebt op werk. En wat er eigenlijk uit blijkt is, vanaf je 55ste ben je zo goed als kansloos. Ja, daar zit de knik, hè. Dus als je kijkt naar de nieuwe vacatures die ingevuld worden, dan is het ongeveer zo'n 3% wordt ingevuld door 50PLUS. He, dus het marktaandeel, zoals je het zou noemen, voor deze groep is heel laag. He. Ze werken langer door, klopt. He, ze doen het goed, maar eenmaal eruit is de weg terug ontzettend moeilijk. Ja, maar hoe komt dat nou, dat het zo moeilijk is om weer aan een baan te komen dan? Ja, dat heeft toch te maken met de beeldvorming van werkgevers over ouderen. Ouderen worden gezien als minder productief en duur en riskant, omdat ze ziek zouden kunnen worden. Is dat zo? Nou ja, dat is echt maar voor een deel waar. Voor een deel klopt dat dus niet. Hè? Want ouderen zijn bijvoorbeeld niet vaker ziek dan jongeren. Dat wordt wel gedacht. Wordt wel gedacht. Het is wel het punt, als ze ziek zijn, dan zijn ze wat langer ziek. Maar ook de productiviteit die neemt niet zo hard af, omdat ouderen dat makkelijk kunnen aanvullen met ervaring. Mm-hmm. Dus die beelden zijn hardnekkig. Dat ze niet flexibel zouden zijn, zouden er ook in kunnen zijn. Ja, maar dat is eigenlijk ook veel minder, omdat iemand van 50PLUS, die kan makkelijk een uurtje doorwerken, omdat de kinderen groot zijn. En iemand van 30PLUS, die moet naar huis rennen, omdat anders het kind voor het dagverblijf staat. Ja, duur. Duur, daar zit wel een beetje een puntje. Dat was vooral vroeger zo dat je, als je ouder werd, dan bleef je eigenlijk steeds meer verdienen. Elk jaar kwam er een beetje bij. Mm-hmm. Maar ja, dat is ook al wel gecorrigeerd. Dus ouderen zijn wat duurder. Maar dat het enorm blijft stijgen, alsmaar met de leeftijd, dat is ook niet zo. Maar waar ligt dan het probleem? Het probleem zit toch met name in de regels, zeg maar, die rond mensen in de arbeidsmarkt gelden en waar ouderen veel last van hebben.
En het beste bewijs is eigenlijk dat als je kijkt naar de 65-plussers, hè, dus de veel ouderen, die staan niet op het grafiekje meer. Nee. Maar die zijn massaal aan het werk. Hoe kan dat? Omdat daar andere regels voor gelden. Dus één voorbeeld, als je in Nederland ziek wordt in een bedrijf als werknemer, dan moet het bedrijf moet 2 jaar lang moet jou doorbetalen. Twee jaar lang. Dat is ook wel heel erg lang. Is nergens in de wereld zo, maar hebben wij ooit bedacht, omdat we veel mensen in de WO zagen stromen. Mm-hmm. Voor 65-plus is een nieuwe wet, die is per januari ingegaan en daar is het 13 weken. Voor 65-plus mag je veel vaker een tijdelijk contract aanbieden dan voor 65-min. Dus in 10 jaar tijd is het aantal 65-plussers dat werkt, hè, dus die al een AOW hebben, van 100.000 gestegen naar 200.000. Verdubbeld. Ja, en daar zie je dus uit dat het dus niet per se de leeftijd is, maar het is de manier waarop we mensen in de etalage zetten. En eigenlijk prijzen we onze ouderen de arbeidsmarkt uit. Goed, dus het is eigenlijk verstandiger om iemand van 65-plus aan te nemen voor een werkgever dan iemand die daaronder zit. Vanwege die regelgeving. Dat is zo, maar dan zou je natuurlijk ook als overheid, we hadden gisteren minister Asscher op bezoek in Midden-Brabant. Want daar zit de kink in de kabel. Maar dan zou inderdaad. Je kunnen denken, ja. Als dat nou werkt voor 65-plus, dan moet het voor 50-plus zeker doen. Hè, want dan hebben die mensen meer kansen. Omdat, en dat is ook heel opvallend als je dus praat, of als je kijkt naar studies van Nederland en omringende landen, dan zie je dat de Nederlandse werkgevers zijn negatiever over ouderen dan de Belgische, Engelse en Duitse. En dat lijkt vreemd, want ze haten geen ouderen. Nee. Maar ze hebben dus grote moeite met de regels en de relatie tussen de kosten en de risico's en de productiviteit die ze verwachten van ouderen. En wat zou dan je advies zijn? Wat heb je tegen Asscher gezegd? Nou, kijk, één simpel advies is, trek die lijn die dus werkt voor 65-plus, trek die door naar 50-plus. 65-plus is fluitend aan het werk en 65-min zit in de kaartenbak. Oké, nou, toen kwam er dus een fantastische actie. Hè? UWV, werkgevers en uitzendbureaus samen een stervoetballer als boegbeeld voor de ouderen. En dan heb je een campagne. Ja. Wat vind je van die campagne? Nou, laten we eerst even zeggen, wat houdt die campagne precies in? Wat doet John de Wolf voor de ouderen? Nou ja, John de Wolf die gaat dus aandacht vragen, zowel bij bedrijven als bij mensen. Dus zijn motto zal waarschijnlijk worden, kom van die bank af, hè, want ja. Dat ligt voor de hand. Wil natuurlijk ook zelf laten zien, want is ook intussen wat ouder geworden, maar vitale, stoere man. Dus hij wil helpen om die vooroordelen weg te poetsen. Mm-hmm. En mensen weer op het hoofdveld te laten spelen. Maar daar ligt heel het probleem niet. Dus, is zo'n campagne dan wel slim? Ja. Nou ja, kijk, zo'n campagne die vraagt aandacht voor een probleem. Maar intussen is het wel zo dat heel veel mensen kennen dat probleem. Als ze het zelf al niet hebben, dan hebben de mensen dat wel in hun omgeving. Ja. Dus het punt dat deze groep problemen heeft, dat weten we nu wel. Maar nu gaat het erover de juiste dingen te doen. En alleen maar met campagnes van kies 50-plus. We hebben ook campagnes voor jongeren. We hebben campagnes voor mensen met beperking. We hebben campagnes voor vluchtelingen straks. Eigenlijk heeft iedere doelgroep zijn eigen probleem. Die heeft zijn eigen probleem en zijn eigen campagne. We gaan even een mooi voorbeeldje erbij pakken. Gilbert Alberto, dat is een 50-plusser die lange tijd werkloos was. Het lukte hem uiteindelijk wel weer om werk te komen. Even kijken. Ik heb bij elkaar 4 jaar thuis gezeten. Inmiddels 64, met heel veel ervaring. Maar ook met heel veel zin nog om te werken. Ook met hier en daar nog ambities. Hiervoor ben ik leidinggevende geweest op callcenters, klantenservice. Ook mijn vorige werkgever werd getroffen door de crisis. Ik heb heel vaak solliciteerd, soms 2 keer per week, soms ook 10 keer per week. Van die, laat ik het voor het gemak noemen, 200 keer, ben ik 3 keer op gesprek geweest. Ik denk dat ik te oud was. En later kwam het stukje, omdat het zo lang duurde, kwam het stukje van ja, u heeft geen recente werkervaring. Ik kwam hier als kandidaat in een reïntegratietraject terecht. Er kwam in de tussentijd een vacature vrij en ik heb erop gesolliciteerd en gelukkig heb ik de baan gekregen. Ik ben de reïntegratiecoach. Wij begeleiden de mensen richting betaald werk. Ik heb zelf ervaren natuurlijk hoe dat voelt. Blijf positief, probeer je netwerk in te schakelen en vooral nooit de moed opgeven.
Nou, ik vind het knap hoor. 4 jaar lang thuis zitten, dat is niet niks, hè? Gaat dit zo bij 50PLUS? Ja, dit gaat zo. En het is een enorm drama, want je krijgt niet eens reactie op de brieven. Nee. Je wilt nog aan het werk blijven, je pensioen loopt van je weg, want dat gaat steeds later in. En dus je moet langer. En als je dus geen WW meer krijgt, kom je in de bijstand. Dan zit je nog een jaar in de bijstand. Maar die wet en regelgeving moet dus aangepast worden. Hoe lang gaat het duren, denk je? Ja, er is wel wat oog naar voor die loondoorbetaling bij ziekte. En dus ik denk dat een volgend kabinet daar wel mee zal komen. Maar ja, intussen blijft het probleem nog een hele tijd doorlopen. Tot wanneer ongeveer hebben we dit probleem? Nou, kijk, wat ook een positieve factor is, is dat in 2019 is de helft van alle volwassenen in Nederland is 50PLUS. Dus je kan, het wordt dan wel heel moeilijk om geen 50-plussers meer aan te nemen. Want iedereen is dan ongeveer 50-plussers. Dan kun je er niet meer omheen. Dus als de wet en regelgeving niet snel genoeg zijn, dan is het in 2020 alsnog opgelost. Nou, dan zal het effect een stuk minder zijn, absoluut. Maar de realiteit is natuurlijk ook, ook de Brabantse economie draait in hoge mate gewoon op ervaren 50-plussers. Dus het is niet zo dat die leveren nu een enorme bijdrage. Ja. En dat zou best meer gerespecteerd mogen worden. Want de ouderen zijn zeg maar het speciaal bier en de jongeren zijn het pils. En dat gerijpte bier met meer procent is het nog steeds heel belangrijk, ook voor de Brabantse economie. Mooi punt, dankjewel. Hij nodigde Greenpeace uit op zijn bedrijf om ze ervan te overtuigen hoe duurzaamheid te werk gaat. En overtuigd waren ze. Hortensia-kweker Rob Jonkers uit Elshout die gebruikt geen bestrijdingsmiddelen bij de kweek van zijn unieke hortensia-soort, The Forever and Ever. En ook onze Hannelore Struijs, die wilde er alles van weten. Ja, je ziet het. Hier bij de broeders Jonkers in Elshout laatst met vuile werk opknappen. Onkruidwieden. In deze kas worden namelijk hortensia's gekweekt. En dat is op zich niet zo bijzonder, maar wat wel bijzonder is, is dat het op een hele duurzame manier gebeurt. Normaliter wordt chemie gebruikt om een plant in het kweekproces wat compact te houden. En wij hebben dat stukje chemie weten te vervangen door een biobased middel, dus op een natuurlijke manier. In combinatie met de eigenschappen van de plant werkt dat prima. Met dit systeem hier, heel het buizenstelsel wat je hier ziet, met de nodige pompen brengen we bij de planten het water. Met de nodige voedingsstoffen die de plant op dat juiste moment nodig heeft. Een soort neveldouche legt het over de plant heen. Is ook natuurlijk, want een plant krijgt van boven ook de regen. Dus het is eigenlijk ook een weer natuurlijk proces. Ja. Maar er zit dus een geheime ingrediënt in, of meerdere geheime ingrediënten. Ja, de samenstelling van de stoffen die erin zitten, die worden dus bij de unit waar we net waren opgemengd. En door het leidingstelsel gewoon met water mee vermengd en op plant gebracht. We hebben hier te maken met Duitse etiketten. Dus deze partijen waar we nu mee bezig zijn vertrekken vandaag nog naar Duitsland. We exporteren eigenlijk over heel Europa. Dus dat gaat van Spanje tot en met de Scandinavische landen. Duitsland uiteraard, maar ook in Tsjechië, in Polen. En sterker, ook wel wat planten richting Rusland. Het geheim van de meester. Ja, dus je gaat niet vertellen wat erin zit. Nee. Kun je wel een tipje van de sluier oplichten? Want ja, het zijn dus geen chemische producten, maar wat voor producten zijn het dan wel? Het zijn organische stoffen. In principe voedingsstoffen. Ja. Niet uit een mijn zoals normaal gesproken de meststoffen gewonnen worden. Maar het zijn stoffen uit bijvoorbeeld compostering. Of uit beendermeel, dus van de hoef van een paard of een koe bijvoorbeeld. Die stoffen zijn er, ja. Dat is niks nieuws. Alleen met welke hoeveelheid, in welke combinatie, op welk moment. Dat hebben we zelf ondervonden. En waarom gebruiken jullie dat in andere bedrijven dan nog niet? Want het klinkt heel logisch natuurlijk bij Obeest. Het klinkt heel logisch, maar het is over het algemeen iets duurder nog. Dat is helaas zo. En het tweede, het is nog niet uitgevonden. Dus op de scholen waar het onderwijs wordt gepleegd, daar is dat nog niet helemaal ingebeurd. Dus je wordt eigenlijk nog opgevoed met de traditionele manier van gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen of voedingsmiddelen. Klaar voor vertrek? Ik denk het. Maar een warm land alsjeblieft. Clear
Kleren maken de man, maar in West-Brabant maken kleren ook veel banen. Forever 21, Abercrombie & Fitch, Max, Calvin Klein, de distributiecentra van al deze merken, die zijn in het westen van onze provincie gevestigd. Guido van Liefland van Rewind, de ontwikkelingsmaatschappij van West-Brabant. Natuurlijk is het een gunstige ligging daar, hè, tussen die twee wereldhavens in. Maar wat is nog meer een reden waarom het zo in trek is daar in West-Brabant? Nou, je kunt inderdaad wel zeggen dat West-Brabant wat dat betreft een beetje een zondagskindje is. Want die grote wereldhavens die liggen daar op een afstand van 60 kilometer, zowel Antwerpen als Rotterdam. Dus traditioneel vinden veel logistieke bedrijven het fijn om dicht bij de aanvoer van hun goederen te zitten. Dus daar heeft West-Brabant veel van geprofiteerd. Maar er is ook altijd veel ruimte in West-Brabant geweest. Er is een goede arbeidsmarkt. En wat tegenwoordig steeds belangrijker wordt, is dat de producten zo snel mogelijk bij de consument moeten zijn. Mm-hmm. Nou, we zitten op, zoals het zo mooi heet, de Blue Banana. Er zitten hier ruim 300 miljoen consumenten binnen een straal van ongeveer 500 kilometer. Dus dat maakt dat de locatie heel erg interessant is. En als we dan kijken, zeg maar, naar deze logistieke hotspot ten opzichte van anderen, want je hebt natuurlijk in Noordwest-Europa nogal wat hotspots zitten. Klopt. Het Roergebied, Metz in Noord-Frankrijk, noem ze maar op. Hoe scoren wij dan ten opzichte van de rest? Nou, scoren we eigenlijk buitengewoon goed. Als je kijkt naar West-Brabant, maar ook Midden-Brabant, eindigen we eigenlijk altijd wel ergens in de top 3 of de top 5. Beetje afhankelijk van welke criteria gehanteerd worden. Maar we scoren gewoon goed. En dat heeft ook heel veel te maken met kosten. Logistiek is per definitie een kostenaangelegenheid. En zeker als je ons land en ook onze regio vergelijkt met bijvoorbeeld België, wat ook dichtbij een haven ligt, dan zijn die loonkosten aanzienlijk gunstiger in Nederland dan in België. Nou gaat het natuurlijk ook gewoon om merken scoren, want hoe groter de namen, hoe meer er komen. Ja. Nou gaat Primark is druk aan het bouwen. Ja. Hoeveel banen gaat dat nou straks opleveren? Voor Primark zal het gaan om ongeveer 450 tot 500 directe arbeidsplaatsen. Dat is flink, inderdaad. Ja. Nou, dan kwam natuurlijk van de week ook nog het nieuws dat er in Roosendaal op het oude Philips-terrein een distributiecentrum komt. Klopt. Daar hebben we de foto van, nou, dat ziet er nu zo uit. Ja. En dat wordt met een beetje geluk straks dit. Ja. Dit gaat natuurlijk toch ook heel veel banen opleveren. Daar zijn we enorm blij mee, dat klopt. Je praat natuurlijk over directe arbeidsplaatsen. Maar het hangt er een beetje vanaf welk onderzoek je erop naslaat. Maar in zijn algemeenheid kun je zeggen dat de spin-off, het effect van zo'n arbeidsplaats, uiteindelijk anderhalf is. Omdat er ook heel veel andere bedrijven zijn die direct of indirect afhankelijk zijn van zo'n logistiek distributiecentrum. Daarom vinden wij het ook zo belangrijk in West-Brabant om heel nadrukkelijk met logistiek bezig te zijn. Juist. Nou, laten we even kijken naar een voorbeeld. Blackman in Bergen-op-Zoom, want dan kunnen we zien hoe dat het eraan toe gaat in zo'n distributiecentrum. Dat is een mooi voorbeeld. Een ontzettende eye-opener. Kijk mee. Dit is onze ontvangstafdeling. Hier worden alle dozen ontvangen. Die komen dagelijks binnen met containers van over de hele wereld, voornamelijk Azië. Dan wordt het hier op de lopende band gegooid. En de scanners die hier aan de lopende band zitten, die registreren alle dozen automatisch, zodat ze zichtbaar zijn in ons systeem, om vervolgens verder te gaan in het hele proces. Op een gegeven moment komt er dus een bestelling binnen vanuit de winkel. Die dozen die vervolgens in de rekken zijn gezet, die worden er weer uitgehaald en naar deze afdeling gebracht. Dan wordt de doos hier gescand bij de sorteermachine. De machine weet precies welke artikelen voor welke winkel nodig zijn. En die worden dan op de oranje bakjes gegooid. Uiteindelijk weet de sorteermachine precies wat naar welke winkel moet. En dat valt hier achter mij dus in de juiste doos. We hebben ook nog een afdeling voor internetverkoop, daar staan we nu. Hier worden alle artikelen verzameld die online besteld worden. Dat wordt gedaan in kratjes. Vervolgens, als deze kratjes vol zitten, worden die op de lopende band gezet. Dan gaan ze naar de afdeling hieronder om naar de klant verstuurd te worden. Ja, het kan aan mij liggen, maar ik had werkelijk geen idee dat dit er zo aan toe ging. Jij wel, Annemarie?
Ja, daar had ik wel een beetje een idee van. En ik zie toch ook nog wel heel veel kansen op het gebied van duurzaamheid. Als je kijkt naar alle verpakkingsmaterialen en wat voor verspilling er in die ketens zit, denk ik dat Nederland en Brabant natuurlijk ongelooflijk veel toegevoegde waarde nog kan brengen. Wat gebeurt er nou met die internet aankopen? Want dat heb ik wel eens begrepen. Dat alles wat je bestelt, dat kan natuurlijk ook verkeerd zijn of retour moeten. Ik heb wel eens begrepen dat het dus allemaal gewoon vernietigd wordt. Nou, maar dat is het ook precies. En dat gebeurt in al die ketens. Dus de retail is daar helemaal geen uitzondering in. Dat is bij voeding zo. Dat zien we in de verspillingsfabriek van Bob. Je ziet het in de elektronica-ketens. Je ziet het in de kledingketens. Maar omdat het dus goedkoper is om het te vernietigen dan om het te wassen en opnieuw te verkopen. Dat is ook bijzonder, toch? Ja, dan wel te hergebruiken. Ja. En daar zijn echt nog wel wat mooie vraagstukken voor ons allemaal. Inderdaad, maar als je hier dan naar kijkt, want je hoort het al, die pakketten komen grotendeels uit Azië. Nou, dan hangt er natuurlijk altijd een beetje zo'n zweem van kinderarbeid omheen. Ja. Wordt daar nog naar gekeken, waar die producten vandaan komen? Nou, het is wel aan het veranderen, heb ik de indruk. Want zeker in die internetverkoop, wat je zelf al aangaf, gaat alles om snelheid. Ja. Het leuke van Brabant in dat geval is ook dat wij ook daar heel goed kunnen concurreren met België. Omdat in België een heel stuk markt eigenlijk is blijven liggen voor ons, omdat daar de nachtarbeid niet is toegestaan. En die is wel essentieel om de volgende dag die producten bij de winkels en bij de klanten te krijgen. Mm-hmm. Dan krijg je lokale productie, hè? Ja, dus wat je nu gaat krijgen is dat de productie weer steeds dichter naar ons toe komt. Je ziet dus nu alweer bedrijven reshoren vanuit Azië naar Oost-Europa. En wie komen er dan nog? Wie kunnen we eerdaags verwachten? Ik mag helaas de namen niet noemen, maar we zijn nog steeds bezig met een paar hele mooie partijen. We hebben daar ook hele goede locaties voor in Brabant en ook in West-Brabant. De Philip Morris locatie is bijvoorbeeld zo'n locatie waar we heel graag een andere invulling zouden zien. Ja. De locatie in Roosendaal is juist genoemd, maar we hebben er nog veel meer in Breda, in Oosterhout, in Etten-Leur. Er zijn nog volop mogelijkheden in West-Brabant. Mooi, dankjewel. Het blijft nog steeds hetzelfde probleem van start-up. Ze willen wel groeien, maar dan hebben ze geld nodig. En dus zijn ze sterk afhankelijk van investeerders. Hoe breng je die samen? Nou, op de Hightech Campus in Eindhoven hebben ze sinds kort een desk waar de match makkelijk gemaakt wordt. Deze kleine bedrijfjes hebben het op hun eigen manier gedaan. Samen in één ruimte en gebruik maken van elkaars contacten om zo de financiering rond te krijgen. Maar dat viel nog niet mee. Want als er geen budget is, kun je heel veel willen, maar dan kan het ook weer niet ontstaan. Dus je gaat ook zoeken naar samenwerkingen van, hey, zou jij mij hierbij kunnen helpen? Help ik je weer een andere keer met een andere klus? Om het makkelijker te maken voor nieuwe start-ups opende hier op de Hightech Campus een soort loket. Partijen die geld nodig hebben, ondernemers die geld nodig hebben en partijen die geld beschikbaar hebben om te investeren. Zorgen dat we die bij elkaar kunnen brengen. Oud-eurocommissaris Nelly Kroes is de moeder van de start-ups. Zij probeert van Nederland een walhalla voor jonge bedrijfjes te maken. Ik denk dat start-ups, en dan heb ik het over die beginfase, dat die serieus genomen worden en dat die ook de kans krijgen om verhoudingsgewijs geen grote bedragen gefinancierd te krijgen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Amerika, waar die markt natuurlijk veel volwassener is, de venture capital markt, waar per kwartaal in Silicon Valley, om maar een bedrag te noemen, zo'n 5 miljard geïnvesteerd wordt, hebben wij hier in Nederland vorig jaar gesproken over 165 miljoen voor 200 ondernemingen. Ook de belasting op investeringen moet anders, vindt Kroes. Omdat er best interesse is van mensen die geld hebben om dat in start-ups te steken, maar dan moeten ze niet gestraft worden door het belastingssysteem. Maar wetgeving is traag. En grote bedrijven ook. Je ziet dat ze volop bezig zijn om mee te schakelen met de snelheid van het nu, zeg maar. En, ook al snel genoeg? Mijn inziens nog niet, maar ze zijn wel hard mee bezig. Maar de ambities zijn er. De Brabantse ontwikkelingsmaatschappij wil over 4 jaar 100 bedrijfjes hebben geholpen aan extra geld. Dan nog één vraag aan jullie. Stel nou dat jullie hier volgend seizoen weer aan tafel zouden zitten. Wat is dan je nieuws? Wat heb je dan bereikt, Tom? Wat ik hoop, we zijn bezig om voor vluchtelingen, we hebben een competentiekaart ontwikkeld om te zorgen dat ze makkelijker een stap kunnen maken naar werk of een opleiding of vrijwilligerswerk. Dat was al een keertje te zien bij het nieuws van Omroep Brabant. Mm-hmm. Maar ik hoop dat we dan volgende keer kunnen vertellen dat we daadwerkelijk een heleboel vluchtelingen een nuttige stap hebben kunnen laten maken in de Nederlandse samenleving. Op basis onder andere van die kaart die we voor ze gemaakt hebben. Heel goed. Annemarie? Ja, dus de verspilling in de ketens hoop ik dat dan feitelijk in beeld is gebracht. En dat er heel veel biomassa niet meer wordt verbrand, maar gewoon gebruikt wordt als verpakkingsmateriaal. Heel goed idee. Guido? Ja, ik hoop je in ieder geval volgend jaar die namen te kunnen noemen. Ja, van ik bedrijf vind het zo. Ik denk misschien zijn. Krijg ik er nog één. Ja, niet nee, eentje? Nee, dat nog niet. Nee. Maar dat zou ik in ieder geval leuk vinden om te kunnen melden. En
Het andere is dat ik ook hoop, we hebben dat project New Ways, wat ik er straks noemde, het bundelen van die goederenstromen. Ja, daar begint nou een fashion cluster binnen te ontstaan. Ja. De eerste 2-3 bedrijven zijn nu over de streep. Daar hopen we er nog heel veel aan toe te kunnen voegen. En ik denk dat we daar ook een hele unieke propositie kunnen brengen. Mooi om te zien dat jullie allemaal de wereld weer een klein stukje beter willen maken. Dank jullie wel voor jullie komst. Graag gedaan. Ja, tot zover Booming Brabant voor deze week. Wil je nou nog iets kwijt? Laat het ons dan weten op Twitter met de hashtag Booming Brabant. Of stuur een mailtje naar boomingbrabant@omroepbrabant.nl. Volgende week dan zijn we er weer met een nieuwe portie business. Heel graag, tot dan.